Wat heb je nou gezien in die hele zware maand en wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? Dus we hebben een toespraak gehad over groepsimmuniteit. Ik weet niet van een toespraak over groepsimmuniteit, die heb ik niet gehoord. De toespraak waarin het ging over groepsimmuniteit heeft de premier zelf gehouden. Dat is je echt niet vergeten. Ja, voorzitter, nogmaals, ik heb geen toespraak gehad over groepsimmuniteit. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. En de minister-president zegt nu, die toespraak over groepsimmuniteit, die kan ik mij niet herinneren, die heb ik niet gehouden. Ik denk dat heel veel Nederlanders die zich wel kunnen herinneren. Dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. You ready? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying.